Ja, dat is al een hele tijd geleden. Dat is gebeurd bij mijn ouders. Ik heb geluk gehad dat ik een goede familie heb gehad. Helaas stellen we vast dat ook vandaag in het Vlaanderen van vandaag nog heel wat jongens en meisjes zijn die die gevoelens hebben. Vaak die gevoelens niet willen hebben, maar dan geen omgeving kunnen vinden waar ze die kunnen uiten. Waar het helemaal niet evident is om dat te vertellen. En nog vandaag zijn er jongeren die een familie verliezen omdat ze vertellen. Gelukkig heb ik dat allemaal niet meegemaakt. Heb ik een heel begripvolle familie gehad en nog altijd heb. En ik denk, zeg het zo snel mogelijk. Doe ook op het moment dat je er klaar voor bent. Heb niet te veel schrik voor reacties, want over het algemeen zijn die positief. En als je er toch schrik voor hebt, zorg dat je goede steun hebt bij vrienden, bij andere familieleden. Blijf open, blijf jezelf en dan komt het misschien met een dag allemaal nog wel goed. Maar vooral, wees jezelf en doe het pas wanneer je zeker van jezelf bent, dat je klaar voor bent om het naar de buitenwereld te komen. En dan zal je ook heel vaak merken dat de reacties wel positief zijn. Maar ik begrijp dat het niet altijd evident is.